Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van Heracles TV. Afgelopen weekend ging de tweede seizoenshelft van start in de Eredivisie. Voor Heracles Almelo stond er zaterdagavond direct een belangrijke wedstrijd op het programma. De ploeg van trainer Frank Wormoed ging op bezoek bij NEC in Nijmegen. De laatste keer dat Heracles Almelo een resultaat behaalde in de eerste wedstrijd na de winterstop was in 2013, toen met 0-1 werd gewonnen bij SC Heerenveen. Het werd dus hoog tijd om na 9 jaar een einde te maken aan deze negatieve statistiek. Komt hier misschien een kans aan? Het is zeker een kans. Buitenkant paal. Het schot van Schoofs levert bijna de openingstreffer op voor Heracles. Akman voor het doel. Metson komt eraan. Schöne is er ook. Maar hij kan het ook wel alleen doen. En dat doet hij ook. Tafsan. En dan scheelt het bijzonder weinig. Of NEC staat met 1-0 voor. Tafsan krijgt hem goed mee. Van Akman. Nu dan raakt Tafsan. Van richting veranderd. En Heracles ontsnapt. Ik denk dat we de meeste keer in de tegenstander helft gespeeld hebben. Van uitwedstrijd niet tevreden. Alleen in de tweede helft wilden we een beetje de tegenstander komen laten, maar dan was ook niet zo goed. Dan hebben we heel snel druk in de eerste Phase van de wedstrijd teruggegaan mit Drücksetten. Und de tegenstander het moeilijk te maken. Dat hebben we gedaan. Maar das ist natürlich auch tegen een blok te spelen is ook moeilijk. Ja, ik denk dat het wat je zegt, het hogere tempo, dat het daar wel deels aan lag vandaag. Sneller verplaatsen, uit de organisatie krijgen. En wat ik zeg, die kwaliteit van de ballen richting de goal. En een aardig schot van Verdonk. Dat is de uitdaging als je dan hoog staat en druk zet dat de tegenstander ruimte heeft. Want dat is ja ook de speelwijze van NEC. Dat ze geduldig zijn, ook toys. Geduldig zijn. Ja, maar uiteindelijk ben ik tevreden. Hier is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Coy. Het blijft zonder doelpunten. Het eindigt tussen NEC en Heracles vanavond in de Goffert. In 0 tegen 0. 0 is altijd goed. Zo is het is 1 punt, die moeten we maar meenemen. En dan verder. Sven Sonnenberg maakte afgelopen weekend zijn basisdebuut in de Eredivisie. De centrale verdediger is bezig aan zijn eerste seizoen in Almelo. Ich denke aber, ich mich gut eingelebt habe hier. Die Jungs haben mich alle sehr gut aufgenommen. Und ja, dadurch, dass wir natürlich auch deutsche Spieler hier haben, ist es umso einfacher gewesen. Sonnenberg promoveerde vorig seizoen met Hansa Rostock van de derde naar de tweede Bundesliga. Hij merkt het verschil tussen voetballen op het derde niveau in Duitsland en het hoogste niveau in Nederland. Ich denke, dass es vom Tempo her nochmal ein wirklich deutlicher Schritt nach oben ist. Hier wird viel mehr mit dem Ball gearbeitet noch, viele kleine Spielformen, die ich gerade als großer Spieler auch brauche. Eerder dit seizoen maakte hij zijn debuut als invaller in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. In plaats van centrale verdediger posteerde Frank Wormuth hem toen als stormram in de spits. Der Plan war, dass wir am Ende vielleicht nochmal über Flanken Tore schießen können, wo ich dann natürlich als großer Spieler vielleicht nochmal ein Kopfballtor schießen kann. Ja, war schön, die ersten Minuten zu sammeln, aber ja, letztendlich haben wir das Spiel verloren und das war dann doch ein bisschen schade. Uit bij Vitesse maakte Sonnenberg zijn opwachting in de tweede helft als invaller van Marco Rente. En ook in het bekerduel tegen AZ maakte hij minuten. Ja, war natürlich schöner auf der eigenen Position zu spielen. Auch gut, um endlich mal ein Gefühl zu bekommen, zu spielen. Ich habe ja lange gewartet darauf, wusste, dass ich irgendwann meine Chance bekomme und ich bereit sein muss, wenn es soweit ist. Sven Sonnenberg maakte afgelopen weekend sein Basisdebüt in der Eredivisie. Ja, ich wusste relativ früh, dass ich spielen werde. Dadurch, dass Marco Rente gelb gesperrt war und konnte mich dementsprechend auch gut darauf vorbereiten. Und es ist natürlich schön zu spielen, darauf arbeitet man hin. Dafür bin ich hier und ich denke, dass ich mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen konnte. Ja, also es war das erste Spiel nach der Winterpause.
ich denke, war schwierig reinzukommen in das Spiel. Wir haben gesehen, dass wir deutlich schneller noch spielen müssen. Und daran arbeiten wir Woche für Woche. De komende tijd hoopt Zonderberg zich door te ontwikkelen met als doel een vaste waarde te worden in het hart van de defensie van de Almeloers. Man wird sehen, was jetzt passiert. Marco kommt natürlich zurück. Einfach dranbleiben und geduldig sein. Und wenn es soweit sein sollte, dass ich wieder spielen soll, dann fit sein und alles geben. Orestes Kiyomizoglu en Lucas Schoofs zijn de laatste Eredivisie-duels vaste waardes in de ploeg van trainer Frank Wormoed. En dat is opmerkelijk, want eerder was het vaak zo dat of Kiyomizoglu of Lucas Schoofs aan de aftrap stond bij Heracles. We zijn twee gelijkaardige types. En we wilden meer het voetbal laten primeren, denk ik. Ja, daarna werd het wat lastig en hadden we wat meer vecht- en strijdlust nodig. En dan zijn we allebei heel nuttig. Ja, ich denke, dann misschien bin ich iets defensivere Part. Maar ja, ich denke, die laatste 3-4 Wedstrijden, auch vor dem Winterstop, hat man gesehen, kann man auch gut abwisselen. Als ich mal in Diepgang loben mag, dann ist Hey vor der Sess oder andersrum. Ich denke, haben wir es eigentlich ganz gut gefunden, Daniel. Der Trainer heeft altijd gesagt, ja, wir können nicht samen spielen. Hey will het niet zo erg. Och ja, maar ja, ik denk die laatste wedstrijd nog resultaten hebben we zien laten dat het toch zo kan. Maar ja, wij zijn niet diegenen die besluiten, dat is de trainer. So, ik denk iedereen wil op het veld staan en iedereen geeft alles voor. Maar ja, die laatste wedstrijd hebben we gezien, kan ook zo werken. Ik denk dat Kio verdedigend wat beter is, wat agressiever is en ik meer de tussenlopen en wat slim probeer te zijn. En zo wat sterker. En ik ben misschien wat meer voetballend, maar dat scheelt niet veel. De wisselwerking gaat nu goed. Van, als hij een keer diep gaat, dan ben ik er. En als ik een keer diep ga, dan staat hij in de verdediging. In de restverdediging. Dus ik denk dat dat wel elkaar aanvult. En daarbuiten zijn we twee spelers die graag het duel aangaan en graag de bal roveren. En met twee is het net iets makkelijker dan alleen. Lucas Schoofs beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in Almelo. Dit seizoen zette die lijn voort. Het tweede seizoen is altijd het seizoen van de bevestiging, zeggen ze. Dus het is altijd lastig. Maar ik denk dat het gewoon een beetje hetzelfde in dezelfde lijn zit als vorig jaar. Dus ik doe mijn best en dat loont. Ja, ik kwam van die hele lange blessure af. En mijn niveau heeft heel lang geduurd eer dat ik terug op mijn normale niveau was. En ik denk dat ik daar nu wel terug ben. En het heeft gewoon langer geduurd dan ik dacht, maar ik ben blij er terug te zijn. Kiyomizoglu staat met name bekend om zijn defensieve kwaliteiten. Toch was Kio voor de winterstop ook een offensief oogpunt, belangrijk met doelpunten. Ik was eerder nog best wel goed voor de doel, maar de laatste tijd kom ik niet meer zo vaak voor de doel. Maar ja, wie gezegd, als we allebei op het veld staan, dan kan ik ook maar iets naar voren gaan. Ob ich jetzt nur die Nullpunkte mag oder jemand anders, das schert man nicht oder boot man nicht. So, ich bin nicht auf dem Feld voll Nullpunkte, aber doch mal neu von mir selbst auch wieder Nullpunkte machen. Aber ja, war belangrijk, denke ich. Ich weiß, ich habe vaker mal mit dem Trainer gebraten, zu Beginn noch vor 3 Jahren oder 2,5 Jahren, weil ich neu hier war, dass ich mit meinen Händen nicht so viel tun muss oder mich schrien, nicht alles schrillen muss. Aber ja, das ist immer, nicht was immer, sondern ich mache das unterbewusst. Also ich mache jetzt nicht extra, ich grabe das Feld und sage, oh, ich muss jetzt nur coachen oder schrillen und hey und hey, mach hart mal. Ich tue das, ich weiß nicht, das ist mein Type of Football. Ja. Kommt hier misschien eine Kans an? Es ist sicher eine Kans, buitenkant Paul, das Schot von Schoofs. Ja, sehr jammer. Das ist nicht mein bestes Bein, aber ich dachte, doch mal schieten. Und als die 10 cm mehr nach links ist, dann sitzt die drin. Dus ik hoop dat volgende week er weer een stukje dichterbij zijn. Ik denk dat we op zich eigenlijk wel domineren zonder eigenlijk grote kansen te hebben. Dat is altijd goed, want dat geef je ook niet veel weg. En ik denk dat we gewoon volgende week thuis wel die dominantie moeten omzetten in meer kansen en meer efficiëntie. Maar ik denk met de vechtlust en de strijd die we er nu in brengen, komt dat wel goed. Na het doelpuntloze gelijkspel wacht komende zondag een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het was een lastige pot daar.
Natuurlijk, ik denk Go Ahead is een ploeg met supporters. Zijn ze natuurlijk nog iets meer gepusht. Ja, nu spelen ze bij ons. Jammer voor ons dat we zonder supporters spelen, maar ik denk iedereen weet dat we thuis heel sterk zijn. Zo wie we de laatste 3-4 wedstrijden opgetreden zijn, denk ik, moeten we weer optreden, echt vechten. En ja, onze dingen spelen. Ja, we weten dat zij natuurlijk ook over de vechten komen en echt elke meter aflopen. Maar ja, het gaat erom, wer de minst fouten macht, wird de wedstrijd winnen. Het wordt een lekker vechtwedstrijd, denk ik. Maar ja, we proberen natuurlijk de voetbal in te doen, want daar zijn we toch iets sterker, denk ik. Maar ja, we weten dat Go Ahead heel raar over vechten komt. Go Ahead is echt een strijdersteam, een beetje vergelijkbaar met ons. Wij zijn ook wel een strijdersteam dat er vol voor gaat. Maar ja, wij moeten proberen om voetballen toch de betere ploeg te zijn. En ja, een beetje uit het duel weg te voetballen en zo de overwinning te halen. Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles begint zondag om 14:30 op Erfacito. De afsluiting van deze uitzending een terugblik op de edities van 2015 en 2016. Dat is goed gedaan door de Sa. En hier is het schot van Bruns, dat niet onaardig is. En daar is het bijna het doelpunt van Plet. Ja, eigenlijk tel je hem al. Kans voor Brian Linssen. En het doelpunt voor Heracles in de vierde minuut na rust. Bellassani, redding Cummins. Aardig schot zeg van Darry. Laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Hichler. Heracles wint zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Het boekt de 11e overwinning. Diep naar Antonia. Ja, die is snel. Antonia hoeft hem alleen maar aan te raken. En daar is de 1-0 voor Go Ahead. Brahim Darry. Bal op de lat. Kuwas. Bal meegegeven in de loop van Armenteros. Daar heeft hij dan voor het eerst de bal. Met het gezicht naar het doel. En dus is Armenteros ook meteen gevaarlijk. En dan Armenteros. En daar is de 1-1. Dan scoort hij toch Samuel Armenteros. De spits die totaal niet in de wedstrijd zat. Goeie aanname met de borst, Samuel Armenteros. En is dit een strafschop? Nee. Dan gaat het spel door en moet voor mij scoren, maar dat doet hij ook niet. Armenteros. Nou, weggedraaid bij twee man. Dan scoort Armenteros hier het doelpunt. En wordt het de wedstrijd van Samuel Armenteros. Na een 1-0 achterstand wint Heracles uiteindelijk met 2-1. Dankzij twee treffers van Samuel Armenteros. Tot zover deze uitzending van Heracles TV. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.